Loes bij de hand is 60 jaar en anderhalf jaar geleden raakte ze haar baan kwijt. Ze solliciteerde zich echt een slag in de ronde, maar kreeg iedere keer te horen dat ze niet in het profiel paste. Nou, ze was er helemaal zat van en dacht, bekijk het allemaal maar, ik begin mijn eigen klusbedrijf voor 60 jaar en ouder. Aan tafel, welkom Loes bij de hand. Hallo. En zo heet je niet, hè? Nee. Je heet eigenlijk Schoenmakers. Ja. Maar je bedrijf heet bij de hand. Ja. Al meteen heel speciaal, voor 60 plus en ouder, waarom dat? Nou ja, de ouderen die worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen. En hebben niet altijd zin en tijd, of zin, de tijd wel, maar de zin niet om te wachten op de hulp van de kinderen, de buren, de familie. En om dan ook nog eens een keertje in het weekend een keertje aan de beurt te komen, als ze al geluk hebben. Ja, daar hebben ze niet altijd zin in. Nou zie ik hier een prachtig, tenger vrouwtje staan met hele felle ogen. Maar je bent wel zelf ook 60, bijna 61. En het is wel flinke fysieke arbeid. Waarom kies je daarvoor? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik heb mijn eigen huis helemaal verbouwd van boven tot onder. En ik vind het gewoon leuk. Het stof en stofzuigen, daar zie ik niet zo zitten. Maar het schilderij ophangen en andere dingen. Heb je dat van huis uit meegekregen? Zit dat in je genen? Ja, mijn ouders die hebben altijd al in de zakenwereld gezeten. Ik heb zelf 20 jaar lang een loodgietersbedrijf gehad. Het was voor jou? Mijn vader die maakte van niets iets. Maakte niet uit wat. En ja, ik heb wel een technische knobbel. Dat heb je van hem geleerd. Maar dan kom je eigenlijk uit een generatie waarbij je dat helemaal niet zo verwacht. Nee. Vanzelfsprekend is het in ieder geval niet. Nee. Mensen schrikken er eigenlijk ook een ongeluk als ze de deur open doen en dan zien. Ik wou zeggen, Loes, ik bel even bij de hand en dan kom jij binnen. Ja. En hoe gaat dat dan? Want je doet alles, hè? Een cartridge, maar planken. Wat voor soort klussen? Vertel eens. Ja, dat ligt om net aan wat mensen willen natuurlijk. Een voorbeeldje, een mevrouw die vroeg aan mij, kun jij de modem ophangen? Ik zei, ja, dat kan ik wel. Nou, een mooi plankje gemaakt, daar tegen de muur aan. Ja, ik zie het je modem. Doen. Modem er tegenaan. Toen zegt ze even naar de rand, zegt ze van, kun je ook cartridges vervangen? Ja, dat kan ik wel. Nou, oké, cartridge vervangen, printer, die moet dan uitgelijnd worden, dus je laptop erbij. Enzovoorts. Dus van het een komt het ander. Hoeveel uur per week werk jij? Ik heb gecalculeerd op 24 uur. Dus ik wil dus niet meer, ik wil wel. Niet fulltime? Nee, is niet nodig. Ik heb gerekend van als ik mijn uitkering, het bedrag van mijn uitkering heb aan opbrengsten, dan vind ik het genoeg. Komt er meer? Graag. Maar is het wel een stap? Want je raakt werkloos, dan krijg je een uitkering en dan word je op je 60e ZZP'er, neem ik. Hè? En wat gebeurt er als het morgen opeens niet meer werkt? Want je hebt een enorm risico genomen. Waarom? Nou, omdat jij op het moment dat jij stopt met je klusbedrijf niet meer recht hebt op een uitkering. Nou, ik heb nu nog de gelegenheid om tot september, en dat is een regeling van het UWV, tot september kan ik dus beoordelen, werkt het ja of nee? Als het niet werkt, dus ik zeg van nou, ik zie het niet zitten, dan kan ik terug op dezelfde voorwaarden als dat ik in de WW zat. Zeg ik in september van, nou, ik zie het wel zitten en ik maak genoeg uren en dingen, dan zeg ik... Laatste vraag, wat is je ultieme droomklus? Wat hoop je? Als morgen de telefoon gaat, dan moeten ze vragen, Loes, kom alsjeblieft. Maakt niet uit. Iedere klus is goed. Alles is wel. Oké, bel dan maar Loes, zou ik gewoon zo zeggen. Okay. Inspirerend voorbeeld dat je nooit te oud bent om je eigen bedrijf te beginnen. Nee, precies. Heel wie veel niet succes. Wie niet wint. Ja, jij gaat winnen. Oké. Dankjewel. Dankjewel.